Het was vanmorgen een drukte van belang tijdens de eerste drive-thru vaccinatieactiviteit op het terrein van Sanabudaya aan de Jozef Israëlstraat. Sifra Goudland maakt voor u het volgende verslag. Kijkers, goeiedag. Wij staan hier bij de drive-thru vaccinatiepost de Sanabudaya. Het is een mooie drukte. Dat mag je wel zien. Mensen staan in de rij om te wachten alvorens ze weer op kunnen trekken. Ze moeten ook een kwartier wachten alvorens ze op kunnen trekken. En er is nog een hele rij buiten in de Michelangelo-straat die ook nog wacht om gevaccineerd te worden. Wij hebben gesproken met de heer Arun Hindori, de directeur van de Circle Group, die de trekker is van dit event. Wat is in principe de procedure tijdens het vaccineren? Als eerste wordt er een intake genomen. Daar worden vragen gesteld, heb je allergieën, welke medicijnen gebruik je? Nou, dat is belangrijk om te weten, want als dat niet helemaal duidelijk is, dan moet de arts naar kijken of je gevaccineerd mag worden. Dus de intake, zoals we het noemen, die gebeurt als eerste. En dan wordt je akkoord bevonden omdat je je mag vaccineren. Dan rij je in de drive-thru op en je bent bij de vaccinatietent. In de vaccinatietent word je geprikt door de bevoegde instantie, persoon die het mag, je mag prikken. En daarna rij je op. We hebben gezien, we willen het liefst dat er minimaal 2 mensen in de auto zijn. Mocht er iets zijn dat je toch een fallback hebt als er iets niet goed zou gaan. Als je opgereden bent, dan blijf je wachten 15 tot 20 minuten. Kijken, monitoren als alles oké is met je. En in de tussentijd wordt je vaccinatiekaart geschreven. En als er na een kwartier of 20 minuten niets aan de hand is, dan krijgt u die kaart en die kunt oprijden en naar huis gaan. Hindori zegt verder dat het de eerste keer is dat Circle Group zo'n onderdeel van de campagne heeft getrokken. En hoopt dat in de toekomst andere bedrijven door zullen gaan met het steunen van de vaccinatiecampagne. Er is veel werk aan de winkel, zegt Hindori. Enkele personen gaan in op de reden waarom zij zich laten vaccineren en broeder Diran deelt zijn ervaringen tijdens het toedienen van de vaccins. Ik ben bang voor COVID, daarom. Ja, hoe oud bent u als ik het weet? 70. En dan heeft u, hoe staat het dan met uw familieleden? Gaan zij zich ook gaan vaccineren? Nou, tot nu toe hebben al mijn zusters het al gedaan en mijn broer. Alleen 2 broertjes die zijn bang. Maar de rest wel. Ja, omdat ik kijk naar die positieve alles, weet u. Als je gevaccineerd bent, dan kunnen we normaal, als iedereen gevaccineerd is, kunnen we normaal leven, toch? Alles wordt weer normaal. Want zo moeten we altijd een mondkap dragen, je kunt niet feesten, niets doen, toch? Alles gesloten, lockdowns. En als alles normaal is, iedereen gevaccineerd is, dan is alles weer normaal. Normaal leven. Het doet me heel goed omdat Surinamers toch hebben besloten om hun vaccin te halen. Maar je hoort een heleboel negativiteit en ik ben toch tevreden. Heb je al zo'n beetje geteld hoeveel mensen je heeft kunnen vaccineren? Dit is de tweede formulier. We hebben in totaal al 30 mensen. We doen wel een beroep op de mensen die minder mobiel zijn, dat die het meeste gebruik maken van die locatie. Want de bedoeling is dat mensen die wat oudjes zijn, die niet zo goed kunnen lopen, of mensen die inderdaad niet zo mobiel zijn, dat die gebruik maken als eerste van de drive-thru. Want de mensen die kunnen lopen, ja, die kunnen natuurlijk gewoon via de Jozef Israël naar binnen komen, Jozef Israëlstraat, maar de mensen die minder mobiel zijn, toen dachten we van dat is wel een idee. En leuk dat het de eerste drive-thru is in Suriname. Het is wel even leren. Er bestaat geen draaiboek, tenminste niet in Suriname, hoe het allemaal aan toe moet gaan. Maar we hebben wat ervaring als Circle Group met drive-thrus vanuit onze KFC. Dus we hebben gezegd, nou, het moet lukken. En u ziet het, de mensen worden geholpen. En zoals ik het nu zie, is het in ieder geval een mooi begin. Al dus een verslag van het vaccineren vandaag in Sanabudaya. Dit prikpunt wordt de komende 6 weken voortgezet.